Beste kijkers, hartelijk welkom weer bij de 92e aflevering van Licht op Leiden. Op deze zondag, de 10e april. Wij hebben een gast die een van de veteranen is in een internationale organisatie. Maar hij woont in Oegstgeest, dus hij is volledig terecht hier onze gast. Hij is waarnemer, en dat is hij al tientallen jaren, bij de OVSE. Dat is de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Daar nemen bijna 60 landen aan deel. Alle landen van Europa, de Raad van Europa en een groot aantal landen, bevriende landen met Europa, van buiten Europa, onder andere Japan, de Verenigde Staten enzovoort. Die OVSE die houdt zich eigenlijk bezig met een heleboel zaken die voor Europa van belang zijn, die goed zijn voor Europa. En ook het bewaken van de democratische orde, zo zou je dat kunnen zeggen. En daarom gaan ze bij heel veel verkiezingen in al die landen met waarnemers kijken hoe zo'n verkiezing nou loopt. En nou weten we natuurlijk dat daar ook in een aantal landen van Europa alle aanleiding voor is om dat goed in de gaten te houden. En een van de mensen, een van de veteranen in twee opzichten, mag je zeggen, van de OVSE, is Peter Hendricks. Peter Hendricks, hartelijk welkom. Dank je. Je bent bij meer dan 30 missies. 38 missies ben je betrokken geweest. Ik denk dat je bijna een recordhouder bent. Ik heb begrepen dat je al een aantal jaren met pensioen bent, maar dat je zegt maar dit gaat altijd door. Ja. We willen natuurlijk met jou praten over jouw waarnemingen bij die verkiezingen. Maar we zijn natuurlijk ook nog om een andere reden heel erg geïnteresseerd, omdat je ook ervaringen hebt in Oekraïne. En omdat je ook de Oekraïne kan vergelijken misschien met andere Oost-Europese landen. En de vraag is natuurlijk in de eerste plaats, waarom vragen ze jou als waarnemer? We mogen elkaar tutoyeren, dat hebben we afgesproken. Zeker weten, dat hebben we afgesproken, ja. Dat gaat terug op 1994. In 1994 werd ik opgebeld. Ik zat hier in Leiden op mijn kamer. Ik werd door het ministerie opgebeld. Ze waren doorverwezen naar mij. Ze hadden gevraagd naar iemand die Macedoons en Albaans kende. Toen keken ze op hun lijstje en zeiden, nou, dat moet bij meneer Hendricks zijn, want die doet dat. Dat Macedoons was nog binnen mijn officiële vakgebied, Slavische talen. Albaans niet, dat had ik mezelf eigen gemaakt in verband met een ruimere opvatting van dat Balkanonderzoek wat ik aan het doen was. Ik had Albaans geleerd in dorpen en Macedoons had ik leren spreken. Dus in ieder geval, ik kreeg het ministerie aan de lijn en die zegt, meneer Hendricks, zou u voor ons naar Macedonië willen en daar willen waarnemen? En toen zei ik, ik ben geen jurist, ik wil u wel helpen, maar dat is helemaal geen probleem. U krijgt van ons alle nodige voorlichting en informatie, zodat u beslagen ten ijs komt. Maar we gaan uit van uw kennis van het gebied en van de cultuur en van de talen. Mm-hmm. Dus wij zouden dat fijn vinden, op prijs stellen, als u dat voor ons zou willen doen. Toen heb ik gezegd, ik wil het proberen. Nou, dat heb ik gedaan. Ik ben toen dat moment eigenlijk. En toen kwam ik terug en ik vond het ontzettend leuk. Ik moest toen alles zelf doen, er was niets voorbereid. Er bestond nog geen OVSE die dit organiseerde. Dat was allemaal, er bestond vanaf 1990 een zogenaamde Helsinki-conferentie. Mm-hmm. Conferentie van Helsinki. En die regelde verkiezingen. Mm-hmm. Maar die verkiezingen die werden toen gedaan door ambtenaren van de ministeries. Mm-hmm. Dus de eerste paar jaar. Het was een soort inteelteffect. Hè? Ambtenaren die elkaar dan controleren. Ja. En daar wilden ze vanaf. Ze wilden het wat meer naar buiten brengen, objectiever maken. Dus mensen van buitenaf. Toen kwamen ze allereerst bij de universiteiten terecht. En mensen die talen spraken, die van belang waren, die relevant waren. En die kennis van zaken hadden. Ja, ja. Wat het land betreft, de cultuur,
Dus je bent eigenlijk met de hand gepikt, geplukt, zou je kunnen zeggen. Beleefd gevraagd om te gaan. En toen kwam ik terug en ik vond het zo leuk. Het ging allemaal prima. Ja. Ik moest alles doen. Ik moest mijn eigen vragen bedenken. Ja, ja. Want ze zeiden, ja, doet u maar wat. U weet hoe die mensen wordt aanspreken. Maar je was dus al waarnemer toen er nog geen OVSE was, eigenlijk. Ja, okay, ja. Dat was nog niet gereglementeerd. Nee, precies. En, even terug. Want we proberen met onze gasten ook altijd even het hele leven in vogelvlucht door te nemen. Ben je een Oesgeestenaar of een Leienaar? Nee. Ik ben met mijn moeder oorspronkelijk. Mijn vader en moeder zijn heel vroeg uit elkaar gegaan. Mm. Uit Nijmegen. Mijn moeder heeft me meegenomen uit Nijmegen, toen ik heel klein was, naar Utrecht. Mm. Daar konden ze een fijne baan krijgen bij de spoorwegen. De rechtssecretaresse. Ze heeft zich toen gevestigd in Utrecht. Okay. Dus mijn oudste herinneringen gaan terug naar Utrecht. Ja. Moet je even uitleggen dat de eerste foto die we hebben, dat is een foto, dat is een verhuizing. Ja, toen gingen we weg. U ziet die kist daar zie je Hendricks op staan. En daar staat de naam Voorlang op. Voorlang was een Nieuw-Zeelandse regisseur. En via kwamen we, en mensen, daar kon je bij een huis komen. Op voorwaarde dat je een baan kreeg. Dus in ieder geval, deze man had 3 dochtertjes, was gescheiden en zocht iemand die zijn dochtertjes kon helpen opvoeden en voeden, et cetera. En mijn moeder, die hoorde daarvan, dat werd dan doorgegeven. En die zei dan, weet je wat, we gaan naar Nieuw-Zeeland. Zo ben je geëmigreerd naar Nieuw-Zeeland. En toen zeiden we, wat je hier ziet is, de emigranten die mochten al hun spullen meenemen. Het ging per schip, je was 6 weken op de boot. Ja. Dus die spullen die werden netjes in Utrecht ingepakt op de kade, naar een van de grachten. En dan kreeg je als aandenken zo'n foto. Okay. Met van hier ziet u hoe uw spullen op de boot gaan. En toen, hoe lang ben je in Nieuw-Zeeland? Toen ben ik aanvankelijk dus 3,5 jaar geweest. Okay. Toen zijn we teruggekomen naar Den Haag. Ja. En toen zijn we weer ruim een jaar, 1,5 jaar hier geweest. En we waren officieel nog ingeschreven in Nieuw-Zeeland als burgers. En toen zei mijn moeder toch, ik wil weer terug. Toen ben je weer terug. En toen zijn we weer gereëmigreerd. En toen ben je weer, daarna en weer toen terug. Ben ik weer, ja, en toen naar zijn Den Haag. We weer een tijdje daar geweest. En toen ben ik weer teruggekomen en weer naar Den Haag. Was dat geen ramp voor de middelbare school? Dat is verschrikkelijk. Nou ja, de lagere school, ik sprak natuurlijk beter, Engels dan Nederlands. Ja. Dus ik moest die hele lagere school, ik werd achter in de klas gezet in Den Haag. En toen zeiden ze, nou pak maar wat boekjes en begin maar te lezen. Maar ik begreep de helft niet. Nee. Toen heb ik dus een onderwijzer die wat tijd vrij had, die coachte mij in het weekend. Ja. En voor de rest moest ik gewoon in de klas zitten en die boekjes doorwerken. Dus ik begon met de 3e klas, 4e klas, 5e klas. En toen tegen Pasen was ik bij de 6e klas boekjes. Ja, ja. En toen heb ik toelatingsexamen gedaan voor het gymnasium in Den Haag en geslaagd. Oh! Toen was ik dus een paar maanden in Den Haag op het gymnasium en toen gingen we weer weg. Dus die moeite was in zekere zin voor niks. Okay. Toen kwamen we het jaar erop weer terug. En toen zei ze, ja, hij moet weer, laat hij maar naar de MULO gaan. Ja. Want dit haalt hij toch niet meer in. Nee. En toen zei ik, nee, ik wil naar het gymnasium. Ja. Eigenwijs. Ja. En toen zei hij, ja, dan moet je hard werken, zei toen die rector. Ja. Ik zeg, oké. Toen heb ik wat bijlessen gekregen. Toen heb ik thuis gezeten een heel jaar. Drie kwart jaar. En heb die eerste klas zelf gedaan. Ik heb daar heb ik leren, zeg ik altijd maar. En dat is je gelukt, kan ik verklappen? Ja, want ik kwam toen op school, toen hebben ze bij privé nog examens afgenomen. Ja. Dus één op één, gewoon een aantal leraren één op één, in september. En die zeiden, het is prima, hij mag door. En toen ging hij naar de tweede klas. Want we hebben hier ook nog een foto van jou in 4 gymnasium. Hier zit ik, ja. En daar zit je in het midden. Ja. Ik heb zo'n bolootje om zich heen. Ja. Je bent nog een beetje moe van al het studeren, geloof ik. Maar kijk ook een beetje. Toen heb je examen gedaan en toen ben je naar Leiden. Ben je al direct naar Leiden gekomen om te studeren? Ja. Oké. Okay. Ik wilde oorspronkelijk simultaantolk worden, vanwege mijn taalervaring denk ik. Ja. En affiniteit met talen. Maar toen hebben ze me aangeraden om toch maar eerst een universitair diploma te halen, want dan is je concurrentiepositie beter. Ja. Nou, daar heb ik toen daar heb ik naar geluisterd. Maar ik ben in Leiden gaan studeren. Ja. Slavische taal, dat trok me wel aan. Ja. Ik weet niet precies hoe dat kwam. Ik zal wel Dostojevski gelezen. Nou, ik had ook een cursus
een Russische cursus gehuurd toen ik in de zesde zat. Okay. Toen heb ik gewerkt als chef, als casserolier in het Koerhuis in Den Haag, in de keuken, om geld te verdienen om die cursus te kunnen huren. Okay. Ik dacht, gewoon in de lol. Maar toen deed ik eindexamen, dacht ik, god, ik ga je, dit is leuk eigenlijk, want ik vind het erg leuk, ik ga je mee door. Zo is dat, en zo is het eigenlijk concreet begonnen. Was Karel van Dreven toen al... Ja. Die trok... Karel van Dreven die wilde, hij raadde mij dat af. Hij zegt, we kwamen toen met twee studenten kwamen we daar op bezoek om te vragen hoe dat nou was. En hij zei, u moet het niet doen. Want u verdient er geen droog brood mee, u wordt broodeloos, et cetera. Ja. Maar het is wel leuk. Ja. En toen had hij dat drie keer zo gezegd, wel was niet, wel. En toen zei hij, ja, nou, intrigeren. Weet je wat? Ik ga studeren. Ik ga het studeren. Ja, precies. Nee, maar Karel van Dreven, natuurlijk een beroemde literator ook, was een man waarvan je moet zeggen, die trok ook veel studenten aan. Hè? Absoluut. Ja. Hij gaf ook heel interessant, fijn college. Ja. Zeker. Goed vertellen. Ik weet van mensen dat zij naar zijn colleges kwamen. Al was het alleen maar om na afloop met z'n allen naar Barrera te gaan. Dat deed daar, ging Van Dreven ook mee. En die ging gewoon door. Ja, dat die ging dat gewoon was heel door. Academisch, dat liep gewoon door. Ja, precies. Erbij en zo. Ja. Goed, toen slavist afgestudeerd. Ik ben afgestudeerd trouwens in de algemene taalwetenschap. Ik deed parallel algemene taalwetenschap, slavistiek. Ja. Toen kwam, ik was eerder klaar met mijn algemene taalwetenschapstudie. Ja. En toen heb ik daar een doctoraal in gedaan. Okay. En toen heb ik die slavistiek gewoon op dat punt laten zitten. Okay. Maar ik werd toen wel aangesteld bij slavistiek. We hebben ook nog een fotootje van jouw proefschrift. Dus direct een paar dagen na mijn afstuderen ben ik als eerste met Kees Verheul uit Amsterdam naar de Sovjet-Unie vertrokken. Okay. Op grond van het nieuwe culturele verdrag. Okay. Dat was toen net getekend. Okay. En ik was toen de eer met Kees Verheul uit Amsterdam, was ik de eerste die dat invulde. In Moskou? In Moskou. Okay. Wij moesten naar Moskou. Maar daar heb je een tijdje gewoond? Een jaar moest ik daar zitten, mocht ik daar zitten, En dat beviel? Nou ja, het was voor mijn proefschrift. Ik ging aan mijn proefschrift werken toen. Ja. Dat was de voorwaarde. Ja. En ik heb toch gewoon een jaar in die grote taart, die MGU. Oh ja, die hele gezeten, grote. Op de Lenenheuvel, zoals het toen nog heette. Ja. Heb ik toen een jaar gewoond. Oké. Okay. En gewoon iedere dag daar gestudeerd in de bibliotheek. Ben je later nog wel eens naar Rusland? Ik ben met de studenten nog eens geweest. Met je zus. Oké. Okay. Margriet, die is mee geweest. Mijn zus is slaviste, ja. Precies. Zeker. Nou, was ik begeleider toen we maar daarna op studiereis gingen. En daarna heb ik me vooral toegelegd op de Balkan. Dus toen kwam ik niet zo vaak met Rusland. Okay. Ik was pas weer voor het eerst in Rusland toen ik met de verkiezingen. Oh, ja. Aan de verkiezingen ging werken. Toen kwam ik weer, ben ik daar een aantal keer geweest. Precies. Ja. Toen je afgestudeerd was, ben je in Leiden docent geworden? Ja. Wetenschappelijk medewerker heette dat. Wetenschappelijk medewerker. En dat heb je heel veel jaren gedaan. 38. Dit is denk ik ook jouw proefschrift. Ik begon, ik zou oorspronkelijk een promotie hebben gedaan, een proefschrift hebben geschreven over het Russisch. Mm-hmm. Maar ik kwam toen in verband met de onderwerpen die ik moest geven, dus Balkantalen, Slavische en Balkantalen, dat was een belangrijk deel van mijn opdracht. Ja. Kwam ik in de Balkan en toen raakte ik verliefd op dat Macedoons en die omgeving. Ja. Toen ben ik een boek gaan schrijven, ben ik gaan werken aan het onderzoek op het gebied van het Macedoons. Okay. En toen heb ik dat Russisch qua proefschrift even op een zijspoor gezet. Niet weten dat dit mijn proefschrift zou worden, maar goed. Dus dit kwam er toen uit. Ja. Daar zoveel jaar. Je was ondertussen docent, je was dus al een buitengewoon druk baasje. Ja, wat wij nu toch nog weten, is dat je ook daarnaast nog in je vrije tijd nog wel zo het een en ander ook deed. Want wij hebben nog een foto van jou kunnen vinden die je moet uitleggen. Ja, wat doe je hier? Ik speel al heel lang accordeon. Ik heb ook al een hele tijd niet gespeeld. Ja. Ben als jongen begonnen. Een bepaald ogenblik heb ik het weer opgepikt. Ik heb ook een hele mooie nieuwe, toen had ik gespaard. Toen heb ik deze schitterende accordeon gekocht. En ik speelde toen bij een folkloreorkest in Den Haag. Okay. En wij traden overal op. Hier zie je hem op het Binnenhof spelen op Koninginnedag. Okay. Ik denk 1981. Okay. Dus hier een uitsnede, het orkest zit hier omheen. Maar al vrij spoedig daarna
Word je dus gevraagd, eerst niet eens door de OVSE, want die bestond nog niet. Maar later dus wel of jij wilde waarnemen. En dat heeft te maken met jouw specifieke opleiding, met je specifieke kunde. Namelijk van een aantal talen. Ja. Waar... Met name Russisch was toen een vereiste, want die verkiezingen... Die waarnemingen vinden plaats, voornamelijk in landen van voormalig Sovjet-Unie. Precies, hier zien we hier bijvoorbeeld... Dit is Mongolië. Dit is Mongolië. Ja, ja. We hebben nog een paar foto's van... Ja, op weg naar het stembureau. Wonderlijke verkiezingsstembureaus. Nou ja, dit was een hele vreemde toestand, want wij hier met deze verkiezingen... werden waargenomen door 4 mensen. Waar was dit? Mongolië, ergens midden in Mongolië. Okay. Buiten Ulaanbaatar. Ja. Dat waren 2 Denen en 2 Nederlanders. Ik was een van de 2 Nederlanders. En dat waren de enige waarnemers. Ze kwamen daar aan en toen zeiden ze, wat komt u hier doen? Wij komen uw verkiezingen waarnemen. Toen keken ze ons aan. Oh, verkiezingen. Oh ja. En toen zeiden ze, wat wilt u? Wilt u een helikopter huren? Een kameel? Hoe gaat u reizen? Hoe denkt u te gaan reizen? Toen zeiden ze, een helikopter kan niet. Kameel kunnen we niet besturen. Hebt u misschien een auto? Nou, zei hij, we hebben wel een auto hier staan en een chauffeur. Nou, toen hebben we daarvoor gekozen. Ja, ja. Maar het krankzinnige is dat het hele wegennet van Mongolië bestond toen uit 90 kilometer. Mm-hmm. Vanuit de hoofdstad 45 kilometer de ene kant op en de andere kant op. En toen hebben we tegen die Denen gezegd, weet je, als jullie nou die rechterkant nemen, nemen wij de linkerkant. Dus toen hebben we de dorpjes op die 45 kilometer, een aantal van die dorpjes hebben wij toen aangenomen. Hele Mongolië is zo groot als half Europa. Het was 3000 kilometer die kant en 1000 kilometer die kant op, zeiden ze toen. En u mag gaan waar u wilt. Ja. Dat was een kankzinnige toestand. Maar even dan de serieuze vraag. Als je dan waarnemer bent en je wordt door de OVSE word je daar naartoe gestuurd. Ik heb begrepen dat dat ook nog met aanzienlijke kosten uiteraard ook gepaard ging. Natuurlijk. Maar goed. Ja. Alle verkiezingen natuurlijk. Wat was dan de mogelijkheid om werkelijk, zeg maar enigszins kritisch naar de handel en wandel te kijken? Ik denk, en dit is een beetje een uitzondering, hè, maar in een land waar die waarneming wordt aangekondigd, mm-hmm. daar is men zich over het algemeen heel bewust van. Er komen buitenlanders, die komen ons waarnemen. Okay. We moeten ons best doen. Okay. En dan zijn ze over het algemeen, als je ergens komt in een stembureau, erop voorbereid dat je mogelijkerwijs... Ja. Ze weten, in onze regio zijn waarnemers. Ja. Dat wordt doorgegeven. Dus mensen die gaan dan rechtop zitten en zeggen, alles is... Ja. En die wachten dan af op wat er gaat gebeuren. Hier was dat minder het geval. Okay. Dus ze waren totaal ontspannen. Ik geef een voorbeeld. Ik kwam in een van die stembureautjes. En ik ben met de voorzitter aan het praten in het Russisch. En op een bepaald ogenblik pakt hij de telefoon. En hij begint een lijstje af te bellen. En ik zeg dus heel onschuldig, wat bent u nou aan het doen als ik vragen mag? Toen zegt hij, ik bel de mensen op die nog niet gestemd hebben. Dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Nee, hè? Nee. En ik zei, oh ja. Ja. Hij zegt, ik ken iedereen hier en ik weet dus, en ik heb het opgeschreven, die en die zijn nog niet geweest. Ja. Dus die ga ik nu optrommelen, want dat is heel belangrijk dat iedereen stemt. Dus hij deed het volledig uit de... Ergens heb ik ook gelezen dat je, ik weet niet in welk land dat was, dat je een open stembus had, althans met een glasplaat erover. Ja. Ze zijn vaak doorzichtig. En dat toen je het opende, dat zeg maar de stembureaus nog gewoon... Ja. Zelfs daarvoor, want ze zijn meestal doorzichtig. Heel vaak zijn ze doorzichtig. En dan kijk je als waarnemer, loop je om van 10 en nog gewoon... Ja, en ik liep om zo'n een van die stembussen heen en toen zag ik daar van die stapeltjes zo. Nou, je met geen mogelijkheid kun je 20, 30 biljetten op elkaar gooien. Hè? Dat kan niet. Ja. Dus je weet gewoon, maar niemand vond dat vreemd. Nee. Dat ze zagen dat ik het waarnam, maar ze knipoogden niet eens. Hè? Nee. Zijn er nog veel verschillen tussen het een of het andere land? Dit is bijvoorbeeld... Hier zie je me zo ergens in een lokaal staan met mijn formulieren. En waar is dit? Ik denk dat dit Albanië is. Ja, ik gooi het na zoveel keer. Ja, dan kan ik me voorstellen. Ik denk dat dit Albanië was. Maar het ziet eruit als Albanië. Oké. Maar... Is het niet zo dat mensen zeggen, wat kom jij hier doen, pottenkijker? Ik heb het in Rusland gehad. Oh. Dat ik op straat liep met mijn accreditatie.
Mensen wisten dat blij, dus die keken over, dat is zo'n waarnemer. En toen kwam er een oud dametje op me af en die tikte mij op de borst. En die zei, wij zijn al 1000 jaar christenen. Ja. Je moet opdonderen. Je hebt hier niks te zoeken. He, wij zijn allemaal gecultiveerde mensen. Ja, 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 wat kom je hier doen? Ja, maar dat zijn uitzonderingen. Nee, dat kan ik me niet meer voorstellen. We hebben in de voorbereiding van dit gesprek hebben we ook een aantal publicaties van jou kunnen vinden. Waaruit ook blijkt wat je ervaringen zijn. We hebben bijvoorbeeld Armenië. En in Armenië, dat is ook alweer bijna 30 jaar geleden, 25 jaar geleden. Korter. Ik heb een artikel drie keer geweest. Oh, ik heb een artikel uit 1997. Nee, ik ben daarna nog twee keer geweest. Oké. Dus met tussenpoot. Ja. Wordt soms de rol van de OVSE ook wel bekritiseerd? In Bosnië, dat vond ik heel gek, zeiden ze van, als jullie eerder hier waren gekomen, hadden wij geen oorlog gehad. Nee, nee. Want dat is de zaak omdraaien. Kijk, dat is misschien niet helemaal altijd duidelijk, maar de verkiezingen, die worden, dus de OVSE, en met name de ODIHR, mm-hmm. De ODIHR is de organisatie, misschien ook goed om dat nog een keer te zeggen. Ja. In Warschau zitten 150 juristen, mm-hmm. En die weten alles van verkiezingen. Ja, ja. Die helpen de landen die hieraan willen gaan meewerken, bij het organiseren van verkiezingen. Ja, ja. Die geven juridische adviezen, die stellen de kieswetten samen, helpen dat ze opstellen. Mm-hmm. En begeleiden zo'n land op weg naar de verkiezingen. Ja. Dus dat is belangrijk. Vervolgens is het zo dat een land dat mee wil doen met het democratiseringsproces, de OVSE en dus de ODIHR uitnodigt om ze te hulp te schieten. Maar het begint bij een land dat mee wil doen. Maar kan het zijn? Wij dringen onze verkiezingen niet op. Nee. Het kan dus niet zijn dat de OVSE denkt van, nou, laten we niet al te kritisch zijn. Om zo'n land misschien af te stoten. Ja, het is het. Ze geven altijd op de maandag. De verkiezingen die vinden meestal plaats op zondag. Je hebt op maandag een eerste assessment van de OVSE. En ze willen altijd eigenlijk uitkomen op een uitspraak in de richting van free en fair. Ja, maar ik en dan ze zijn niet heel genuanceerd. Dus de genuanceerde dingen komen van de waarnemers. Mm-hmm. Maar die worden pas op een lager niveau naderhand op ambtelijk niveau besproken. Ja. Okay. Dus die eerste statement is op een hoog niveau en dat is heel globaal. Ja. Dus dan zeggen ze van, nou, we hebben geen ingewikkelde bezwaar. We hebben niet zoveel dingen gezien dat we moeten zeggen, dit is helemaal een foute boel. Ook al zijn er veel dingen die fout zijn. Nee, ik vraag dat omdat je zo 25 jaar geleden een interview in het Leids Dagblad, hebben wij ook de hand op kunnen leggen, met Maarten Keulemans hebt gehad. Die op dit moment journalistiek de COVID-expert van Nederland is. Aha. Maar toen was hij nog, ik wil niet zeggen eenvoudig, maar was hij verslaggever van het Leids Dagblad. En daar gaat het met name ook over Wit-Rusland, wat we tegenwoordig Belarus moeten noemen. Daar weten we natuurlijk wel van dat natuurlijk niet altijd al te fris is. Nee. Nee, ik ben er in 94 geweest toen Lukashenko net was gekozen. Ja. En ik herinner me nog, ik keek in mijn hotelkamer op naar de televisie. Ja. En zag deze man aan een lange tafel zitten à la Poetin, wat we nu met Poetin zien. Hè? Ja. En er zaten journalisten op zoveel meter afstand, in de lengte. Ja. De camera op hem gericht. En dus je zag de achterhoofden van de journalisten alleen maar. En toen zat hij die mensen uit te kafferen. Ja. Dat ze niet zoveel kritiek op hem moesten hebben, dat hij dit en dat, en hij was tenslotte president en hij wist wat het beste was. Ja. En ik dacht, als bij ons iemand als Rutte vijf minuten zo zou spreken, dan zou zijn carrière over zijn. Maar we weten hoe dat afgelopen is. Ja. Dat is nog steeds een drama natuurlijk. Dat is dramatisch. Wat ik zelf het meest interessante artikel vond, omdat je dat al 15, 16, 17 jaar geleden hebt heb laten publiceren. Dat is een interview, dat gaat over je ervaringen in de Oekraïne. Ja. Ik ben daarna door de krant. Ik heb niet niemand Nee, dat niemand snap ik. Maar op dat moment was Janukovic nog
Dat was de, zeg maar, de Russisch gezinde. Die was Russisch georiënteerd. De voorganger van de huidige president. En die had misschien toch een wat andere richting voor ogen. Maar dat artikel van jou, en dat viel mij zo op, dat opent met de kop: in Kiev voel je echt de volkswil. En ja, daar wilden we eigenlijk dit gesprek mee beëindigen. Kan je echt zeggen dat er in de Oekraïne een volkswil is dat zegt: wij willen misschien wel Russisch praten, of we praten onze eigen taal, maar wij zijn één land, wij zijn één volk. En zelfs al spreken we Russisch, wij zijn Oekraïners. En voelde je dat toen ook al? Ik heb het toen gevoeld, zoals ik daar beschreef, als ik me goed herinner, op het plein, toen ik met een enorme massa mensen stond die daar vrijwillig naartoe waren gekomen, om een aantal politici daar toe te juichen. Ja. Yushchenko, bijvoorbeeld. Ik had toen het gevoel dat ze... ze spraken zelf van Oranje Revolutie. Ja. Je voelde ook iets van een sfeer van: het wordt allemaal anders, het gaat beter. Ja. Ik ben er daarna nog een aantal... Ik ben totaal 5 keer in Oekraïne geweest. Mm-hmm. Een paar jaar geleden, 2015, 16 geloof ik. De laatste keer, toen ben ik in het zuidwesten geweest, waar nu nog geen... niet gebombardeerd wordt. Mm-hmm. Nog niet goed, dat klinkt erg pessimistisch. Ja, dat is vreselijk. Maar in ieder geval een hele beetje... Vreselijk. Bij de Roemeens-Hongaarse grens. Dat ben ik 2 keer geweest, in Chernivtsi. En daar heb ik met jongelui gesproken, onder andere de mensen met wie ik moest omgaan, hè, vanwege de missie. En die waren zeer sterk Oekraïens gericht. Ik heb ze direct gevraagd, ook op de man af, na een aantal dagen samen zijn. Dan krijg je dat: nee, wij voelen ons Europees georiënteerd. Wij willen bij Europa. Ja. En wij gaan ervan uit dat we over een aantal jaar gewoon wel elkaar kunnen bezoeken als Europeanen. Dat wij naar je toe kunnen komen. Ja, dankjewel. Een allerlaatste vraag. Ga je hier nog mee door? En dat zal ik. Die vraag die licht ik toe aan de hand van een foto. Jij bent een aantal jaren geleden ben je gevraagd of je nog doorging met dat waarnemerschap. En toen zei je: jazeker, ik ben nog in uitstekende conditie. Ja. Want ik doe nog aan Aikido. Ja. En dat geldt ook voor vandaag nog. En dat doe je nog steeds? Ik heb net mijn jubileum gevierd van 35 jaar Aikido training. Dank je wel. Ik heb tweede dan. En, goed. Oké, nou dank je wel. En dan ga ermee door. Als het ministerie mij vraagt, zolang, dan ga ik door. Tot de dood erop volgt. Oké. Nou, volgende week, beste kijkers, is Rens Heerwer hier weer. Hij heeft dan een gesprek met Willem van Moort. En Willem van Moort is de scheidend directeur van B+C. En u wordt natuurlijk, nadat ik eerst mijn gast heb bedankt, allen bedankt voor het kijken.